Hey, maar die Temptation Island nog meer gedaan? Ja, dat is al een tijd geleden. Ja. Ja. Dat was, waarom ben je daar aan weg? 2017, ja, zak geld, hè. Ja. Ga je er naartoe? Zeker weten. Gabi! Hoe is het, man? Hoe doe het even zo? Ik sta even boksen hier. Alles goed? Lekker, man. Voor jou? Ja, lekker, man. Wat heb je bij je? Ik heb voor jou, omdat je er zo van houdt, een flesje champagne. Lekker. En ik heb ooit een boek gemaakt. Ja. Alleen daar had ik geen exemplaren meer van, dus ik heb het inkijk-exemplaar meegenomen. Oh, dus misschien vindt iemand het leuk, kan je het weggeven. Oh, top. Ja, toch? Moet je wel eens even signeren, man. Oh ja. Even kijken. Hey, je woont mooi hier, hè? Nee. Ja, Amsterdam-Noord, rustig buurtje. Ja. Ik kom oorspronkelijk uit Landsmeer, dat je mijn broer ook een keer opgehaald. Ja. Alleen ik woon hier wel mezelf nu, man. Hoe lang woon je hier dan nog? Ja, ik woon hier nu bijna 2 jaartjes, maar ik ga wel binnenkort weg. Want ik ga samen wonen. Ja, met je manager, hè? Ja, die heb jij gesproken, hè? Ja. Ja, met mijn manager. Zij woont in Rotterdam en we zijn iets aan het zoeken in Amsterdam. Maar ja, je weet misschien zelf ook wel dat ze nogal... prijzig en moeilijk om iets te vinden. Ja. Dus wij gaan heel eventjes kort in Capelle wonen, daar woont zij. Oh. En ik zie er tegenop, hoor. Ik ben niet graag in Rotterdam. Nee. Maar ik ben daar gewoon heel eventjes kort, omdat we eigenlijk al iets aan het zoeken samen zijn. En het is nu of bij haar of bij mij, dus heb ik gewoon even gezegd van nou, dan doe ik dit alvast weg, weet je. En in de tijd dat wij dan wat gaan zoeken, dan, ben ik even bij haar. Oh, wel lekker. Is ook de manager in bed? Of, Ze is zeker de manager in bed, man. En daarom heb ik hem genomen ook. Ja. Na de eerste keer dacht ik gelijk zo, die wordt mijn manager. Ja, hè? Ja, dat is wel goed. Ja, zeker wel. Zo, dat is toch mooi. Maar hoe lang heb je nu met haar? Het is nog vers, man. Een jaartje nu pas eigenlijk. Oh. Eigenlijk net pas een jaartje. Wij we leren elkaar een jaartje kennen en toen gingen we afspreken. En eigenlijk sinds we hebben afgesproken is ze niet meer weggegaan. Ja, dan weet je dat het goed zit, toch? Ja, dat is zeker goed. Nee, maar ze is heel goed voor mij. Eigenlijk was ik nog niet zo heel lang vrijgezel. Alleen toen ik haar leerde kennen, merkte ik gewoon gelijk van ja, dit heb ik nodig, want ze is wat ouder. Ja. Ze is heel erg echt zo'n independent woman, weet je wel. Die weet heel erg wat ze wil. Daarom is ze ook mijn manager. Ze is heel zakelijk goed ook. Dat moet je hebben. Ja, soms kan dat niet, toch? Privé en zakelijk. Maar bij ons gaat het wel goed. Ja, als je bijvoorbeeld kijkt naar een Nienke Plas, die doet het ook met haar man bijvoorbeeld, weet je. Ja. Met een vriend. Dus bij de ene kan het wel, aan de andere niet. Heb je ook dan zakelijke seks? Nee, wij spreken gewoon altijd op. Als we thuis zijn, dan houden we niks over zakelijk. En dan is het gewoon gas erop. En overdag dan mag ze e-mailtjes en telefoontjes met me gaan bespreken. Ja, dat moeten ze allemaal doen, hè? Allemaal, Want je hebt toch ook, de kledinglijn en zo had je toch ook? Ja, ik had samen met mijn broer hadden we in samenwerking met de Lidl hadden we toen een soort collab hadden we toen. En die was heel goed ontvangen. Maar dat waren allemaal. Ze is eigenlijk sinds kort mijn manager. Ja. Want hiervoor zat ik bij hetzelfde management als mijn broer. Alleen heb ik besloten om daar weg te gaan. Omdat ik merkte dat toch wel mijn. De dingen die ik wou gaan doen, hij is een hele goede manager, hoor. Alleen dat hij me daar niet echt meer in kon versterken. Okay. En ik leerde Janice ook kennen. En zij werkt voor een social media bedrijf bijvoorbeeld. Hm. Dus zij snapte die dingen veel meer die in mijn... Ervaring over. Ja, snap je. Dus toen op een gegeven moment heb ik 4 jaartjes of zo heb ik bij dat management gezeten. En toen heb ik gewoon voor besloten om met mijn vriendin verder te gaan. Ja. Het leek mij een stuk praktischer. En ook omdat ze me gewoon wat meer begrijpt op mijn vlakken. Dus dat... Ja, we gaan zien hoe het loopt. Misschien loopt het wel helemaal uit de klauwen, maar dat gaan we wel zien. Hey, hoe gaat het met je dingen, fitness en zo? Want je bent echt, ik heb even beelden gekeken van je. Ja, nu, het is nu niet terug te zien, hoor. Nee, is het? Nee, man, ik ben nu, ik heb een overhemd aan. Maar ik heb een tijdje niet kunnen trainen, man. Ik ben pas geopereerd aan mijn neus. Dus dat gezeik was dat toch? Ja, joh, dat was een heel gedoe. Ik dacht allemaal dat ik. Ik was voor mijn tanden daar naartoe geweest. Ja.
En ik ging meedoen aan het programma Boxing Influencers ook. En ik heb een klap op mijn neus gehad, jongen. En ik had op een gegeven moment zo'n knikker op mijn neus zitten. Ja. En ik had moeite in de avond met ademhalen. Dus ik was mijn tanden laten doen en ik leerde die mensen heel goed kennen. En die waren vet goed voor mij, weet je wel. Ja. En in Turkije? In Turkije. En die vertelde dus toen ook van... Toen vertelde ik raakte gewoon aan de praat en uit een gesprek kwam ik erachter dat hun dus ook plastische chirurgie doen. En toen zei ik zo van, ja man, ik heb iets met mijn neus. Kunnen jullie me daar niet mee helpen? Want ik heb zoveel klappen gehad. En zo, weet je. Ze zei, ja, wij hebben echt in Turkije zijn echt gespecialiseerd in neus en zo, weet je wel. En ik had ook al een beetje mijn research in Nederland gedaan, want dat vroegen mensen dus van, ja, waarom ga je er niet naar Nederland toe? Ik had een beetje mijn research gedaan en ik kwam er echt achter dat echt 8 van de 10 of 9 van de 10 mensen gewoon 2 of soms 3 keer wel zo geopereerd aan hun neus. Ja, daar had ik gewoon geen zin in, man. Dus ik kende die mensen gewoon vet goed en die gaven mij zo'n vertrouwensgevoel. Dus had ik gewoon besloten de data laten doen. Dus ik kan weer echt heerlijke avond heb ik gewoon weer in bed en zo, weet je wel. Ik had af en toe gewoon, dan werd ik wakker, helemaal hyperventilerend, weet je wel. Omdat ik dan, als ik op mijn zij lag, kreeg ik al helemaal geen lucht door mijn neus. Dus dat is vreselijk, jongen. Dus dan klapt dat dicht, hè? Je gaat op een gegeven moment. Ik was gewoon een half jaar van tevoren was ik al begonnen. Dus dan krijg je gewoon. Ik ging ook al echt gewoon met grote gasten. Ik weet ook precies nog wanneer het was gekomen. Want we begonnen al een beetje met sparren en zo. Maar dat ging allemaal nog wel. Maar ik weet nog een keer, ik kwam de sportschool in. En mijn trainer die staat in één keer met echt zo'n dikke gozer in de ring. Het leek een beetje op een. Het leek een beetje op zo'n Andy Ruiz, weet je wel. Die tegen Anthony Joshua moest, die Mexicaan. Maar dan een soort Turkse versie was dat. Dus het was echt zo'n grote gast, weet je wel. Dus die trainer zegt zo tegen mij van, kom even, hij is nieuw hier en hij moet binnenkort partijen gaan doen hier. Dat was allemaal nog voor de corona, hè? Dus hij moet allemaal partijen gaan doen, dus ga even een rondje met hem sparren. Maar die gozer, die weegt serieus gewoon 120 kilo of zo. Oh. Dus ik zeg van, gap, het is de bedoeling, weet je wel. Maar ik had op dat moment zo'n killer instinct, omdat ik zo in dat trainen was, weet je. Fuck it, weet je wel, ik ga wel gewoon met die dikke de ring in. Nou, ik heb het geweten hoor. Die geeft me op een gegeven moment een opstoot zo, jongens. Bam! En ik voelde gewoon toen van, hé, dit is mis, ouwe. Toen voelde ik al helemaal dat er iets begon te ontstaan. Maar het was niet gebroken, dat was het gekke ervan. Mm. Alleen ja, vanaf dat moment heb ik alleen maar tijdens het slapen, het ging steeds slechter en slechter. Ja, toen had ik dus ook echt mijn kraakbeen. Dat stond helemaal doormidden. Bleek dus uit die operatie. En ik had allemaal polypen in mijn neus, van die vleesboompjes, zeg maar. En zo, ja, dat was allemaal klote, joh. Dus, maar ja. Maar was hij een aanvechter of zo? Moest hij gewoon de wedstrijd? Ja, hij was ingevlogen uit Turkije en hij zou dan in Nederland partijen gaan doen. En ze lieten elke keer verse gasten met verse energie even bij hem de ring in. Dus ik hoefde ook maar één rondje even met hem. Ik dacht ook, ja, ben ik pussy als ik niet ga, weet je wel. Staat er met al die gasten in die Mike Gym of Badr Hari en zo allemaal trainen, zo, weet je. Dan ga jij in één keer zeggen van, nee, ik ga niet. Nee. Dus ja, ik moest wel. Dus de twee maanden later lag ik in Turkije. Dan gaan ze doorwisselen de hele tijd, hè? Ja, dan moet hij gewoon blijven staan, want hij moet dan die wedstrijd gaan vechten binnenkort. Dus hij mag er niet uit, hij moet er gewoon blijven. Ja, want elke keer nieuwe tegenstanders. Kijk, weet je wat het is? Af en toe kijk je wel eens naar zo'n bokswedstrijd en dan denk je van, jezus, het gaat wel erg langzaam op een gegeven moment, maar het kost zoveel energie dat boksen. Dus als je dan elke keer een gozer met verse energie krijgt, ja, dan leer je wel boksen. Ja, en je conditie gaat omhoog. Ja, heel erg. Ja, ik was echt fit, man, op dat moment. Maar ik ben dus geopereerd. Maar we dwaalden een beetje af. Maar ik was dus geopereerd en daardoor heb ik een tijd niet kunnen trainen. Ja. Ik mag nu, volgende week mag ik weer trainen, maar ik mocht 6 weken niet trainen. Dat was wel echt voor mij even een... Trainen is echt mijn ding geworden, zeg maar. Ik kwam natuurlijk uit een bekend gezin met mijn broer en mijn vader en zo. Maar in het begin was ik... Ik had een hele andere lifestyle. Ik was timmerman en ik was nog best wel... Ik was 16 of zo, weet je wel. Dus ik was heel erg zoeken naar wat ik wou doen. Daar gaat dat boek ook over. Oké. En toen ben ik gaan fitnessen. En naarmate ik er beter ben gaan uitzien, toen kwamen er in één keer ook allemaal dingen op mijn pad. Toen ging ik in één keer... Toen ging er een hele wereld voor mij in één keer open. Model en zo? Ja. Toen kwamen er modellenklussen, acteerklussen en met tv-dingetjes en zo. Allerlei soorten projectjes. Die kwamen toen in één keer op mijn pad. Dus eigenlijk vanaf mijn 16e ben ik, ja, ik kan me niet meer herinneren dat ik 2 dagen niet getraind heb of zo. Ja, langer dan 2 dagen. Dus gewoon elke dag alleen maar trainen, maar ik doe het echt met plezier. Het is een beetje gewoon mijn start van de dag. Ja, als ik gewoon wakker word, ga ik trainen, sta ik aan en dan kan ik gewoon mijn dingen gaan doen. Heb je meer energie ook, hè? Zeker, ja. Het is gewoon je batterij, die geef je gewoon even een boost en dan kan je er weer tegenaan. Ja, sommigen hebben er helemaal geen zin in. Die hebben weer een andere manier om die batterij aan te zetten. Maar dat is mijn manier. Ja.
Ja, mijn vrouw doet altijd dip oplaadbatterijen. Ja? Ja, voor de fibraten. Ja, die grote dikke batterijen. Ja, die ken ik. Heel ja, veel, jongen. Ja. Zo'n ding. Zo. Met zo'n grote knop erop, hè? Ja. ik ken ze. Hey, hoe is het met je zusje Dave? Met mijn zusje Dave. Ja, topperen. Ja. Hij is zo gek als een dier. Ja, hij is gek. Hij is weer met zijn oude vriendin. Ja, dat hoor ik, ja. Ja. Ik las het weer op Telegraaf. Ja, inderdaad. Ja. Nee, dat is leuk. Hij is natuurlijk was net uit met zijn vriendin. En nu heeft hij weer zijn oude jeugdliefde gevonden. Dus ja, dat is leuk voor hem, toch? Ja, dat is leuk voor de Davy. Ja, ja, ik ben ook, we zijn allebei weer bezet. Dus ja. Dus hopen dat het allemaal. Dus de jongens kunnen veilig weer met hun meisjes gewoon op stap. Ja. Zonder dat ze overlopen naar jullie. Ja, ja precies zo, ja. Die geile mokkers allemaal. Oh. Ja. Nee, dus het is veilig, ja. Hey, ja. En dit ding heb je ook gedaan, hè? Nou, wat op, man! Hey, het is groen. Zwijnenhoenden! Die Duitsers ook, hè? Hij wordt helemaal gek in de Duitsers. Even zijn navigatie bij te tikken. Oh, wat een gek, jongen. Hey, wat machst du? Wat machst jij toe? Heb jij in Duitsland gespeeld? Nee, man. Ik ben in Duitsland opgegroeid. Oh, echt? Nee, Arnhem. Oh. Dat is bijna de helft Duits. Ja, echt. We hadden alles Duits, jongen, bij ons. Ja. Duitse muziek, Duitse televisie. Ja. Bij de supermarkt gingen wij in Duitsland boodschappen doen, tanken. Ja, goedkoper. Ja. Echt, hè? Oh, ja, zo, nee. Man. Maar dat dingen... Ik vind het als mannen het spreken vind ik het heel oncharmant, maar als vrouwen het doen vind ik het wel eens hebben. Vind ik oh, god, bomsen. Toen was ik in bomsen. Ja, fikken. Meer fikken, hè. Weet je wat dit is, fikken? Ja, vingeren denk ik. Fikken, nee, neuken. Oh, neuken. Dan fik me een aas. Die gekke Duitsers, joh. Mooi, hoor. Ja, Duitsers. Hey, maar die heb je deze island nog meer gedaan? Ja, dat is alweer een tijd geleden. Ja. Ja. Dat was, waarom ben je daar aan weg? 2017, ja, zak geld, hè. Ja. Ga je er naartoe? Zeker weten. Ja, het was 3 jaar geleden of zo, man. Ik was 19, of ik werd net 19. En toen, ik werd een keer gevraagd. En toen ging ik met mijn vorige vriendin, zeg maar, mijn ex. En toen werd ik benaderd, wil je dat doen? En ik had zoiets van, ja, waarom de fuck? Ik had precies hetzelfde, waarom ga je daar aan meedoen en zo, weet je wel? Ja, we hebben een kleine vergoeding voor je. Toen zei ik, nou, dat vind ik het niet waard, weet je wel. Ik zeg, dan ga ik achterlijke dingen lopen doen misschien wel, weet je, en ten koste van mijn relatie. En toen zei ik, nou, zullen we een keertje gaan praten dan? Nou, ja, oké, we kunnen altijd even gaan praten. Dit doen we, dat doen we. Inderdaad ging het een beetje omhoog. En op een gegeven moment, weet je, je bent 18, 19 jaar oud. Je krijgt een aanbodje, weet je. Dan op een gegeven moment dacht ik van, nou, fuck it. En kijk, ik had ook zoiets van, het is ook maar net hoe je erin staat, weet je wel. Ja. Het is ook hoe je jezelf verkoopt op tv. Ja. Als jij helemaal achterlijk gaat zitten doen en je gaat inderdaad alle meisjes pakken, ja, dan krijg je een strontemmer over je heen, weet je wel. Dus ik... Niet dat ik, kijk, ik had zoiets van, als ik in het echt, waarom zou ik daar vreemd gaan als ik het dan hier zonder camera's zou doen, weet je. Dus ik had ook al die gedachte van, waarom zou je dat überhaupt op tv dan doen? Dus ik had wel gewoon bij mezelf nagedacht van, oké, ik kan dit gewoon, weet je wel. Ja. En ik heb ook wel uiteindelijk wel, was toen zo'n beeld van mij. Wat had je gedaan? Ja. Ik ben niet vreemd gegaan, alleen er was zo'n beeld van mij op een gegeven moment. Je bent daar 2 weken met die gasten op zo'n resort, weet je wel. En je wordt ook een beetje, weet je, je kan alleen die... Ja, dat ook. je kan alleen die gasten een soort van vertrouwen, toch? Met wie je bent, die guys. Dus je wordt ook een beetje matties met elkaar, weet je wel. Ja. En je gaat zuipen natuurlijk. En kijk, ik heb natuurlijk wel wat realities daarvoor gedaan. Ja, dus ik had wel enigszins camera ervaring. Maar dat was heel anders, omdat je natuurlijk verborgen camera's had. En je weet wel dat ze er zitten. Maar geloof mij, als je 2 weken lang gewoon een vakantiegevoel hebt en je gaat drinken, op een gegeven moment, op sommige momenten, dan gooi je iets eruit en dan denk je van, oh shit, dat kan gehoord worden, weet je wel. En dat was ook bij mij. Nou, ik had natuurlijk de reality shows gedaan en je had allemaal zo'n microfoontje om, weet je wel. Ik wist natuurlijk hoe je die kut dingen uit kon zetten. Dus op een gegeven moment, ik zet het zo uit en we gingen met die gasten in een hoekje zitten. Maar daar hadden ze ergens in die struik ook weer een microfoon gedaan. En wat zei ik toen ook weer? Toen zei ik van, ja, luister nou, als hier die camera's niet waren, dan denk ik,
weer die Kelly boven mijn gezicht laten zitten. En dan heb ik die ondersteboven gedaan en zo. Weet je, ah jongen, dat is maar echt maar. Weet je wat het is? Dat is natuurlijk mannenpraat. Ja, ik heb nu ook een vriendin. En als ik met mijn vrienden in de club ben en ik zie een lekkere wijf voorbij komen, dan zeg je ook natuurlijk deze, weet je wel. Dat zeg je ook wel. Maar dat werd natuurlijk niet lekker ontvangen door je vriendin die aan de andere kant zit. Wat ik natuurlijk begrijp. Ja. Maar dat was even een slippertje van mij. Maar voor de rest. Dat was het enige. Ja, voor de rest kan ik wel zeggen dat ik me. Ja, goed gedragen heb. Ja, niet vreemd gegaan. Dat is natuurlijk de nummer 1 fout die je kan maken als je vreemd gaat. Dus, ja. Daar hopen ze op natuurlijk. Ja, ja, dat, ja eigenlijk Temptation Island, vanaf dat moment begon ook wel een beetje mijn tv-carrière. Toen ben ik ook Expeditie Robinson gaan doen en dat vond ik echt heel vet. Dat vond ik daar ben je eruit gestapt, hè? Het was zeg maar ook... hoe ging dat nou ook weer? Ik werd eruit gestemd en toen Tony Junior die zei toen op dat moment, oh ik wil ook naar huis toe. Oh. En dus het was heel raar, want hij had op mij gestemd en toen leek het een beetje van, waarom stem je dan op iemand als je uiteindelijk zegt, ik geef mezelf op om weg te gaan. Yeah. Nou, hij kwam in één keer op dat moment erachter dat hij in één keer denkt van, oh shit, dit is mijn kans om naar huis te gaan, ik wil naar huis toe. En toen is aan mij gevraagd, nou dan mag jij blijven. Maar ik moet je heel eerlijk zeggen, ik kwam net van het Temptation Island af en ik nog geen 3 maanden later of 2 maanden later zat ik al op Expeditie Robinson en dat was heel kort na elkaar. Yeah. Ja, en ik kan dat niet echt omschrijven. Als je van zo'n programma vandaan komt en die beelden of die afleveringen begonnen net te draaien op het moment dat ik daar was. Dus ik zat helemaal in de stress daar op dat eiland van, oh, wat gebeurt er nu in Nederland, weet je wel. Je moet echt, als je naar Expeditie Robinson gaat, moet je gewoon zorgen dat je shit op orde is, dat je geen ruzies hebt, dat je geen dingen aan je hoofd hebt. Ja, ja, want als je op een onbewoond eiland zit, dan ga je helemaal psychisch in je hoofd worden. Als ik er nu op terugkijk, dan had ik nu graag naar Expeditie Robinson willen gaan, want dan weet ik zeker dat ik het veel langer had volgehouden. Hm. Maar op dat moment, toen ik te horen kreeg van je kan naar huis, toen had ik ook zoiets van ja, ik ga naar huis man. Wat heel zwak ijs was op dat moment van me, maar ik was er niet helemaal mentaal 100% bij, zeg maar. Dus dat was jammer, maar wel een hele mooie ervaring. Hele mooie ervaring. Dat je toch plekjes van de wereld ziet. En een soort ontdek je plekje. Ja, jonge leeftijd kan je al dat soort dingen doen en zo. En, wat zei je nou? Heb je nog wat gedaan daar? Je gaat wel een beetje kijken natuurlijk, maar... Had je toen een vriendin? Nee. Dat mag ik nu zeggen, maar toen was het dus uit. Oh. Maar dat mocht ik toen nog niet vertellen voor de Temptation, moet je geheim houden. Het was toen uit en toen wou ik naar huis, want toen wou ik het eigenlijk goed maken en ik wist niet wat er allemaal thuis aan de hand was. Maar ik was toen op dat moment wel vrijgezel. Kijk, niemand is er. Ja, weet je wat het is? Je bent eigenlijk ook helemaal niet bezig met dat hoor. Nee, ik moet je heel eerlijk zeggen, die meiden zien er natuurlijk ook niet op hun knapste uit daar ook. Nee. Jij zelf ook niet. En ja, het laatste waar je eigenlijk aan denkt is seks. Ik ga gewoon niet in de bosjes even overleven. Nee. Ja, ja. Nee, je bent echt gewoon. Ja, je bent narrig, weet je wel. Je energie is laag, je eet niet. Mensen worden misschien ook een beetje narrig en dan ga je ook weer op reageren. Dus je bent meer zeg maar snel geïrriteerd. Zo. Ja, ja, kijk, het is ook nog eens bijna 40 graden daar, weet je. En ik had al zo blij had ik daar geweest met een stoel. Een houten stoel, daar ben ik al heel blij mee geweest. Want je moet gewoon de hele tijd op de grond zitten. Weet je wel. En daar zitten al die zandvlooien en muggen. Wat een luxe wij eigenlijk hebben. Ja, hè? Joh. Nee, toen ik daar vandaan kwam, dan ga je ook wel echt heel veel dingen waarderen hoor. Als je dan bijvoorbeeld ook weer. Ik was er uiteindelijk 10 dagen. Maar als je dan uiteindelijk ook weer je telefoon krijgt en zo. Weet je, ken je dat gevoel als je een nieuwe telefoon komt? Dan denk je, weet je, een nieuwe telefoon. Ja, ja, ja. Dat had ik toen zeg maar dan echt van, what the fuck heb ik in mijn hand, weet je wel. En dat je ook in één keer bedenkt van, je bent zo in die online wereld bezig. Het is zo bizar is dat eigenlijk. En dan ben je wel weer even met beide beentjes op de voet gezet. Maar je gaat ook wel heel snel weer terug in die wereld. Dat is ook wel heel gek. Maar ik probeer wel bepaalde dingen wel zoveel mogelijk stil te staan. Want tijd gaat nou helemaal heel snel. Ja, en ook omdat je in die wereld leeft, ben je daar nooit soms bewust van. Nee. Maar dat probeer ik wel te doen. Helemaal met zo'n coronaperiode, weet je wel. Dat is ook even een reset voor jezelf. Dat je in één keer ziet van, oh shit, als dit nu allemaal wegvalt, wat moet ik nu doen? Ja. En had ik maar even meer van dat nog even gedaan. Even een reminder van wat we allemaal hebben eigenlijk. En vrijheid en dat soort dingen. En nu zie je dat, dat voel je daar ook heel goed op zo'n eiland, weet je wel. Ik op een gegeven moment, je gaat van dat programma naar dat programma en ik zat echt in een soort raket op dat moment, weet je wel. Je gaat ook in één keer helemaal, weet je, ik was dat half jaar daarvoor,
of een jaar daarvoor was ik nog timmerman, weet je wel. Ja. En dan in één keer ben je uit van een badkamer, zit je in één keer in een boot op de Filipijnen aan de andere kant van de wereld. En dan denk je wel even van zo. Ja. Het is wel mooi. Ja, heel tuurlijk. Mooi, ja. Ja, zeker. Als je dan van jou, zeg maar, je soort hobby, dat je werk kan maken. Ja, toch ook. Je begint op een clubje en op een gegeven moment sta je bij fucking, waar ben je al geweest? Inter. Ja, Inter en zo. Ajax, noem het maar op. We hebben een heel rijtje gehad. Ja. En nou zit hij met Donny Roelvink in de benen. Donny Roelvink, ja! Hier lekker een paar mokkels. Kijk eens jongens, hè. Lekker dat strand, hè. Heb je dat er eet. Godverdomme man. Gaan jullie eraf? Gaan we even naar de hoer of zo? Ja, gaan we naar de wal of gaan we even naar de shop? Gaan we even jointje roken? Doe je dat? Jointje roken? Ik rook af en toe hash, hoor. Ik niet. Oh, nee? Ik kan het niet tegen, hoor. Ik kost alles onder. Ja? Oh. Maar je moet geen wiet roken ook, hè? Nee, hash, van hash ook roken? Van wiet. Ik heb wiet gerookt. Nee, wiet is verdriet, zeggen ze. Ja, hè? Ja, wiet is allemaal pestzooi, jongen. Het is allemaal pestzooi, maar ik ga niet ontkennen. Ik rook heel af en toe wel een hasje. Maar weet je wat is? Ik drink ook echt zelden. En ik rook ook niet sigaretten of zo. Nee. Dus dan bij zo'n, af en toe wel bij zo'n hasje denk ik af en toe nog wel, dat heeft nog een soort, dat heeft nog een beetje nut. En je boek? Mijn boek. Samen met Faya? Met Faya, ja. Ik heb ooit een keer een documentairetje gemaakt. Dus, ja, een documentairetje. Ik was bezig met YouTube en ik had een keer een videootje gemaakt. Je kan het wel een documentaire noemen. Maar het ging eigenlijk over dat ik kwam net terug van Temptation Island en Expeditie Robinson. En ik was toen helemaal uit mijn shape, weet je wel. Een beetje zoals nu eigenlijk. Ik wil dus nog een docu gaan maken nu ook. En dat was eigenlijk dat ik weer in mijn oude shape wou komen. Yeah. En had ik een tijdsbestek van zo lang. En dat ging naar mijn verjaardag toe. En dan ging ik eigenlijk de mensen meenemen. Want mensen vroegen me altijd van, hey, laat eens wat zien hoe je traint en hoe je eet. Daar ben ik benieuwd naar. Yeah. Dus nou, dan ging ik dat vastleggen. En toen heeft Fire Lounge dat gezien en die vond, en toen heb ik ook stukjes verteld daarin, weet je wel, dat ik uit een wat mindere periode kwam, dat ik een beetje onzeker was, maar door middel van trainen dat ik daaruit ben gekomen. En toen had Fire Lounge dat gezien en zij speelde ooit een keer in een clipshoot van mij, want ik maak ook muziek en hier en daar breng ik wat nummertjes uit. En toen heb ik haar een keer in mijn allereerste nummers zat zij in mijn clip. Yeah. Een paar lekkere wijven hebben van jouw ouders ook even gevraagd. Dus, had ze jouw microfoon vastgehouden? Ja, zij was de regisseur, denk ik, met die pen zo slaan, yeah, weet je wel. Met zo'n bordje in de hand. Op je ballen. Maar in ieder geval, zij zei toen tegen me van, zij is natuurlijk uitgeester. En zij zei toen tegen me van, hey, ik heb die documentaire gezien, zou je dat niet wat in, meer willen vertellen, een beetje wat uitgebreider, zeg maar. Dus ik zei, nou, vind ik helemaal geen raar idee. Kijk, het is ook niet echt een biografie over mij, hè? Want ik ben 22, dus ga je niet een biografie schrijven. Nee. Ik ga jouw boek trouwens ook lezen, lijkt me heel interessant. Maar niet, ga het verkeerde pad afgaan. Maar dan weet ik hoe het niet moet. Ja, dat wel. Nee, maar ik dacht dus van, oké, ik wil een boek maken, maar dan wel echt over dat verhaaltje alleen, weet je, nog niet zo'n biografie. Want dat zou ik misschien ooit nog een keer willen doen. Ja. Want ik vind wel, ik ben nu heel van het lezen, dus ik vind boeken heel interessant nu de laatste tijd. Dus we hebben dat boek gemaakt, man, dus dat het eigenlijk mijn verhaal is over hoe het is om eigenlijk onzeker te zijn, in een bekend gezicht op te groeien, waardoor je eigenlijk al aandacht krijgt waar je niet om vraagt. Ja. Want dat was het, hè? Mijn vader, mijn broer op een gegeven moment. Ja, was dat je onzeker? Hè? Wat maakte je onzeker? Ik was 15, 16 en ik deed totaal iets anders wat hun deden. Hun zaten in de showbiz en dan krijg je een bepaalde spiegel. Meer een spiegel van, oké, hun zijn zo en jij bent zo en ik wist nog niet zo goed wat ik wou. En als je dan heel erg het gevoel krijgt van, hey, ik moet ook zoiets gaan doen, maar je diep van binnen nog niet zo bent. Ja. Ook, en dat had te maken met mijn schoolkeuzes, want ik wist niet echt wat ik wou. Maar ook met mijn lichaam, dat ik dacht van, hey, ik wil ook wel gewoon wat zelfverzekerder voelen in mijn, qua mijn uiterlijk, zeg maar. Ja. Nou, toen ben ik zo fanatiek gaan trainen en toen kwamen er in één keer ook ongevraagd eigenlijk die dingen op me af. Maar toen ben ik ze gaan omarmen, omdat ik mezelf beter voelde. Ja. En eigenlijk, kijk, dit boek is bedoeld voor, want ik weet dat er heel veel jongeren zijn die ook bijvoorbeeld tegen, voor het blok worden gezet op een gegeven moment. Hey, je gaat naar de middelbare school en dan moet je een traject gaan kiezen van wat wil ik worden. Maar ik vind dat heel raar, want hoe kan je nou op 13-jarige leeftijd zeggen, ik weet wat ik al wil worden. Ja, want in je ontwikkeling zie je dat je 9 van de 10 keer altijd iets anders gaat doen. Of het zijn kinderen die dan bij hun vader gaan werken of zo, weet je wel. Ja. Maar ik weet dat er dan heel veel jongeren zijn die ook met die onzekerheid lopen. En ook met het traingedeelte. Ik heb gewoon heel sterk het gevoel dat een gezond lichaam is een gezond geest. Uh-huh. Is een gezonde geest. Ja, ja. Dus daarmee probeer ik jongeren aan te sporen. Ga lekker trainen. Voel je eerst in je kopje lekker. Vertrouwen. En dan komt de rest vanzelf. Ja. Is dus, zo. Ik heb dat ook als ik zeg maar een week niet getraind heb. Ik voel me echt niks waard. Dan denk ik ook, hier ga ik denken, ach. Ja. En dan heb ik getraind 2 of 3 dagen. Denk ik,
Ja, en kan ik alles aan, zeg maar. Dan durf ik alles weer en zo. Ja, helemaal voor jou toch. Je komt van topniveau en dan nu wat minder. Ja. En dan moet je natuurlijk wel op een bepaalde manier, dat voor je lichaam is dat al die jaren gewend geweest natuurlijk. Dus ja, maar je lichaam vraagt ook gewoon om te trainen, hoor. Ja, tuurlijk. Op een gegeven moment wil hij gewoon, dan moet ik ook gaan trainen. Dan zeg maar, van binnen zegt hij, ga trainen. Ja, ik heb het nu ook, maar ik zit al een maand stil. Ik ben blij dat jij even langskomt, anders heb ik niks te doen. Shit, wat zit je dan met je manager thuis? Ja. Ik was net even die e-mailtjes aan het doornemen. Ja, veel dingen, veel aanvragen en zo. Voor de rest dan, wat zijn je doelen? Doe jij dat? Doelen zetten van dan wil ik daar staan, dan wil ik daar staan over zoveel jaar? Of leef je gewoon zo? Nou ja, ik moet je heel eerlijk zeggen, de coronaperiode heeft me wel een... Het is heel kut dat het gebeurd is, maar het heeft mij ook een bepaald positief iets gegeven. Op dat moment ben ik, dat de corona kwam, ja, ik maak dus ook muziek. En ik heb aardig wat optredens in die tijd. Wat voor muziek is dat? Is dat Nederlandstalig ook? Het is een mix van rap zang, zeg maar. Dus dat deed ik altijd al, vroeger. Alleen toen later dacht ik van, ik ga het eens gewoon proberen, weet je wel. Heb ik er wat optredens uit kunnen doen. En ik zou dus deze zomer ook echt een zomertour gaan doen. Niet zo druk als al die andere gasten, maar ik had gewoon zeker wel een vooruitzicht. Nou, dat valt natuurlijk allemaal weg. En ik had ook nog wat andere projecten staan. Dat is gewoon een onderdeel van wat ik doe, zeg maar, weet je wel. Ik doe meerdere dingen, maar dat viel allemaal weg. En toen dacht ik in één keer van, wow, nu heb ik wel echt het besef van, dit is niet op lange termijn, weet je wel. Die projecten, die tv-programma's, die optredens, die modellen dingen en die acteerklussen, dat is niet voor lange termijn. En toen dacht ik in één keer van, wow, nu moet ik wel echt gaan nadenken over wat ik wil, een eigen onderneming starten. Dus wat ik al zei, ik ben dat boek heel neer aan het lezen, geef je heel erg inzichten, het haalt je heel erg van die 9-5 mentaliteit af. Hoe heet dat boek? Een werkweek van 4 uur, een 4-hour work week. Het is eigenlijk een Engels boek, maar een werkweek van 4 uur. Ja. Tommy Ferguson is de schrijver ervan, maar dat geeft je eigenlijk, haalt je van die 9-5 mentaliteit af. En dat geeft je bepaalde inzichten in het ondernemerschap. Dus dat ben ik nu heel erg aan het lezen en een beetje voor mezelf aan het uitpuzzelen van, oké, wat wil ik doen? En ik weet wel dat het uiteindelijk iets met sport moet zijn, want dat is waar ik mee begonnen ben, dat is mijn passie, dat is waar ik soms 5:30 mijn nest voor uitstap om te gaan trainen, weet je wel. Ik ben er heel extreem in, maar dat is iets wat ik met alle liefde doe, maar ik wil het wel op een... Ik wil met iets unieks komen, zeg maar. Ik wil niet weer de volgende zijn met een eigen pot, weet je wel. Dat kent iedereen nu wel. Dus, en een beetje voor vrouwen en mannen moet het zijn. En, ik ben gewoon veel... Eigenlijk als ik naar Joël bijvoorbeeld ga, dan leer ik al sowieso iets. Ook al gaan wij gewoon trainen, dan denk ik ook af en toe van, want nu heb ik best wel weinig te doen. Ik heb hier en daar, nu is het alweer een beetje wat normaler aan het worden. Dus er komen alweer wat aanvragen binnen. Maar ik heb wel echt 2 maanden geen werk gehad. Dus dat was wel zuur. En gelukkig ben ik wel altijd verstandig met mijn geld omgegaan. Ja. Heb ik gespaard. Als ik naar Joël ga, dan leer ik sowieso iets. Want als wij gaan trainen, dan haal ik uit die dag sowieso iets qua informatie wat ik weer kan gebruiken. Voor wat ik wil doen. Snap je? Dus ik ben wel heel erg met... ik leef per dag. Maar ik probeer de laatste tijd wel al een beetje een vooruitzicht voor mezelf te bedenken. Natuurlijk. Maar ja, je leert elke dag toch? Dus... is ook zo. Ik ben hier nog nooit geweest, man, deze kant van Amsterdam. Ja, dit was vroeger een oude haven, het NDSM. Dus het is nu helemaal met nieuwbouw vol aan het raken. Maar het was een oude haven, was dit. Ja, joh, ze zetten alles vol hier in Amsterdam. Ja. Kopen. En het geld dat ze verdienen eraan. Ja, dit is. Ik heb gekeken. Moet je daar erin, jij? Nee, al goed, want je nest stond is goed. Je moet hier dan naast de tv erin. Oké. Ja, top. Lekker bezig. Nou, we zijn er weer, man. Was gezellig. Mag je hartstikke bedanken. Ja, jij ook. Krijg je van me? Gezellig. Doe een 500. Kan ik pinnen? Is goed, man. Hij was er, man. Bedankt. Later. Gezellig. Later. Groetjes. Yo. Yes, jongens. Dat was Donny. Verstandige jongen. Niet zoals zijn zusje Dave. Maar... hij had een script, is dit of zo, wat is dit? Of zijn boek. Dus als je die wil winnen, moet je even abonneren. En mij volgen op Instagram, en die van de meiden 7. Dan maak je kans op het boek. Tenminste. Dank voor het kijken en tot de volgende keer. Later!